Het weer van dit moment nodigt misschien niet echt uit om een fietstocht te gaan maken. Maar dat houdt René en Mark uit Groesbeek niet tegen. Aanstaande zaterdag stappen zij op de trappers om in een maand tijd helemaal naar Madrid te fietsen. Nu nog met veel goede zin. De twee mannen uit Groesbeek noemen zichzelf de Tapas-trappers en die naam hebben ze via ChatGPT eigen gemaakt. Zaterdagochtend beginnen René en Mark vanaf het dorpsplein in Groesbeek aan hun avontuur. De fietstocht die ze zullen maken naar Madrid is bijna 2500 kilometer. Het idee voor dit avontuur is opmerkelijk genoeg diep in de nacht op hun verjaardag ontstaan. Anderhalf jaar geleden hadden we een hele mooie verjaardag voor mij. En toen zijn we om 4 uur 's nachts eigenlijk tot besluit gekomen dat we dat moesten doen. We hadden wel documentaires van tevoren gekeken en toen dachten we, oh, dat moeten we echt een keer oppakken en dat is echt superleuk. En toen dacht ik op een gegeven moment gewoon, ja, dat moeten we ook gewoon nu regelen. Zo zijn we eigenlijk een beetje alles gaan plannen en op het werk geregeld of we het überhaupt konden regelen, maand vrij natuurlijk. En zo is het balletje een beetje gaan rollen eigenlijk. Ja. En we wilden eerst aanvankelijk hadden het idee op die avond, we gaan naar Malaga. Maar dan moet je nog heel Spanje door met een hoop heuvels. Dus wij dachten van dat is eigenlijk niet, dat gaan we gewoon niet halen. Dus Madrid is al een uitdaging op zich, hè, 2300 kilometer. In 4 weken met ook een stukje Pyreneeën op het laatst. Dus, en ongeveer 24 kilo bepakking en een fiets ook van dezelfde hoeveelheid. Dus het wordt een uitdaging genoeg. Ja. Tijdens de tocht gaan de tapas-trappers niet veel luxe ervaren. Ze zullen het namelijk vooral van kamperen moeten gaan hebben, maar af en toe zoeken ze toch de luxe op. We proberen eigenlijk zoveel mogelijk in een tentje te slapen. We hebben eigenlijk alles bij ons, dus we kunnen eigenlijk over wat we willen kunnen we doen. Alles zit eigenlijk in de fietsen. Als het gewoon redelijk goed weer blijft, dan gaan we mooi in de tentjes. En we zullen af en toe een keer Airbnb pakken of een hotelletje dat we lekker kunnen douchen. Of dat we eventjes lekker kunnen chillen. Dan kunnen we gewoon lekker fietsen. Wil je het avontuur van René en Mark blijven volgen? Dat kan op het Instagram-account van de Tapas-trappers.